is elk jaar een heel groot dorpsfeest van 4 dagen. En dat is echt een geweldig evenement. Verdient heel veel waardering bij alle inwoners, zowel Rijndijk als dorp. Verbindt ook die twee buurtgemeenschappen. Dus we vonden dat echt een terechte winnaar. Mede ook omdat ze dit jaar 10-jarig jubileum vieren. Dus een mooie gelegenheid om die prijs naar hen toe te laten gaan. Blikken we natuurlijk een beetje terug op zo'n nieuwjaarsreceptie. Hoe heeft Zoeterwoude het gedaan afgelopen jaar? Waar ben je trots op? Oh, dat is een hele lastige vraag. Ja, ik ben trots op een heleboel dingen. En wat bij ons natuurlijk heel erg hoog in het vaandel staat, dat is de duurzaamheid. Daar hebben we echt stappen gemaakt. We hebben een heel nieuw duurzaamheidsmaatregelenprogramma. We hebben meer geld erin gestoken. We zijn nu bezig met allerlei andere grotere maatregelen om te komen tot CO2-neutraal. We zijn bezig met allerlei pilots op het gebied van klimaatadaptatie. We zijn ook bezig met een pilot op het gebied van energie. He, om een grootschalige energie via windmolens en zonnevelden op te gaan wekken. Ja, dat is toch wel vooral voor mij een heel belangrijk item. He, en dat zal nog toenemen ook, denk ik.